what's up, kijkers van ProGaming. Mijn naam is Gert-Jan, dit is Menno. Yo. En leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. We gaan zo meteen, we moeten nog steeds huiswerk doen voor onze herkansing. Nou, mijn herkansing. Menno voor zijn examen, wanneer heb jij examen? Ook morgen. Morgen? Na 2:30 tot 3:30 scheikunde. Pittig. Ja, en ik heb morgen mijn herkansing en jullie vragen me of jullie vast of waarom ik deze swag bril op heb. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Doen we gewoon even weg. Maar, we gaan dus even huiswerk doen. Ik ben net naar de winkel gegaan en ik hoor jullie al denken. Oh nee, Gert-Jan, wat doe je nou weer? Dat is toch veel te ongezond? Ik weet het. Ja, ik heb er dus 4 gekocht. Zo, ziet er lekker uit, man. Ja, hè? Ja, joh. En, zo, een beetje rood. Het is een beetje koud buiten. Heb je gered? En ik heb hooikoorts, nee. Maar, zo, net bij de kassa, ze gingen van dat geld gingen ze in een soort van die buizen doen, dat er weer nieuw geld bij komt. Zie je allemaal van die 50 eurotjes. Oh, maar daar kan je toch super makkelijk van stelen, die kassa medewerkers. Ik dacht van ja, die kan zo 50 euro in de zak steken. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ja, wij gaan deze frikandelbroodjes even opeten en dan zien we jullie zo weer. Yo. Zo, ze zitten erin. Jullie zien mijn weerspiegeling, zien jullie door het glas van de oven. Maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Kijk, daar liggen ze. Ze draaien rond. En ja, nu maar wachten. Nog 1 minuut en 30 seconden. En we wachten. En we wachten. A few moments later. En we wachten. En we wachten. En ze zijn klaar. Moet je zien hoe mooi ze zijn. Ik word er gewoon haast verliefd op. Ojo, die zijn echt mooi, man. Dit ga ik echt lekker vinden. Ik vind ze altijd lekker, maar ja. Ik hoor dat ik nu naar beneden moet gaan. We hadden gisteren wat besteld. En het is er. Ik heb hem al opengemaakt. Kijk. Zo, het is er. Ik heb hem al opengemaakt net. Dit zijn ze. We hebben ze alle twee open voor in het vliegtuig naar Curaçao. Ja, dat is wel handig, man. Oké, welke neem jij? Ine met het team, deze. Deze? Ja, zo hier. Ik moet het uitpakken. Deze pak ik uit. De doos die kan weg. Klik het, hoor. Nou ja, dat hadden we dus besteld. We hadden headsets besteld. Turtle Beach. Daar kan je ook mee in het... hier met eigenlijk nog aardig veel. Kan je in het vliegtuig gewoon film kijken of zo. PS4. Op de PlayStation. Dus online kan je met andere mensen praten. Dus voor nou. Ik heb hem al bijna uitgepakt. Oh, ik heb het wel doen. Helemaal niet. Ja, anders zien we wel als hij eruit valt. Wacht, ik ga het gewoon heel langzaam doen. Kieken. Oké, dames en heren, jullie weten natuurlijk nog niet hoe hij eruit ziet. Ik weet niet wat dit is. Gel, doe not you. Ik ben zo slaap. Hier staat, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik denk het niet. Maar er staat van gel. Throw away, do not eat. En wat betekent dat gezegd? Dat je niet moet eten. Oké. Jullie zien hem nu zo meteen. Laat ik hem even schoon. Heb je mijn look? Ja, ik heb hem. Ik had hem de verkeerde kant. Goed zo, waarom? Zo. We gaan hem zo meteen natuurlijk testen. Oké. Dit is hem, dames en heren. Dit is hem. En dan ga ik nu eventjes dit even losmaken. Hey, hoe moeten we deze losmaken dan? Want deze gaan we dus ook gebruiken in het vliegtuig naar Curaçao. En moet je dit gewoon doorknippen?
Hè? Dit? Nee, die kan je toch draaien? Oh. Sikkel. Oké, even kijken hoor. Hoppa. Nee, zo doen we dat. Oké, dames en heren. Ik ga hem nu uittesten. Even kijken of hij doet wat. Het is een beetje fel. Doe ik even erachter. Oké. Doen we. Die eruit. Ik hoor de halfluikje. Hoofdtelefoon. Wow, die staat kapot hard. Even kijken. Staat hij hard? Goeie muziek, man. Ja, de muziek maakt het niet beter. Het is. Nou maar. Hij staat nu aan, alleen. Het lijkt echt of je erin zit, man. Oké, dames en heren. Menno gaat hem nu testen, het moment van de waarheid. Maar hij doet het sowieso wel, dat denk ik wel. En ik heb je wachtwoord er niet op, hoor. Mooi, hoor. Hey, deze hoort al hier, hè? Ja, maar ik weet ook niet hoe dat precies werkt. Doe dat maar zo meteen. Doet hij of zo? Ik weet niet. Oh, ik weet het, denk ik. Hier. Geef eens. Hier zit zo'n ding in. En dan kun je daar inschrijven, denk ik. Ja, dan moet hij met stil, hè? Hier. Hoppatee, die zit erin. Oh. Ja, en als je dan zo doet. Hallo. Kun je zo praten? Like a boss. Oké, Menno, jij gaat hem testen. Yo. Like a boss. Jij bent verkeerd. Helemaal niet. Hey, wil je me killen? Sorry, doe hem eens af. Jij bent toch verkeerd? Hoe doe jij hem? Je moet hem zo om je oren doen. Hij moet recht op je hoofd zitten. Doe eens op je hoofd. Oh. Zo dan? Nee. Hier. Jij bent een groot hoofd, sekkel. Jij hebt echt een groot hoofd. Helemaal niet. Zit hij niet te strak? Ja, nou, kan wel. Oké, dan moet deze zo. Ja, nu kun je praten. Oké. Oké. Ik weet niet wat voor muziek ik hier op heb staan. Maar... Zo, je viel bijna. Ja, ik dacht aan de andere kant. Hij doet het. Doet hij het? Ja. Goeie muziek, hè? Horen we het? Nee. Maar dit zijn dus de headsets. En ik heb nu even... Dit zijn dus de headsets. Hier, hoor die muziek. Ik denk niet dat ze het horen of wel. Ja. Wacht, ik zet nog iets harder. Oh, nou. Je hoort toch wel goed. Maar dat is dus de headset. Oh. En hij is dus, hij sluit super goed. Hij gaat ook mee op Curaçao. Dus we kunnen ook lekker in het vliegtuig films en zo kijken. Dat wordt awesome. Ja, wel man. En ik zeg nu even. In de twee weken zijn we weg naar Curaçao. Wat? Zijn we 2 weken naar Curaçao? Nee man. Hoe lang dan? 10 dagen? 8 dagen. Oh, 8 dagen zijn we in Curaçao. Dan komen er even geen video's op programming. Want ik heb daar waarschijnlijk hele slechte of waarschijnlijk niet internet. Dus dan moeten we alles een beetje gaan opslaan. En dan die paar weken daarna, als we weer terug zijn, uploaden. Dus ja. Dat wordt dus awesome. Jullie gaan het ook zien. En tot zo. Yo, daar ben ik weer. Hier is Menno weer. Yo man. Menno in de building. En de camera heeft nog maar 4 minuten op te nemen. Dus ik moet hem zo opladen. Dus we gaan het even snel doen. Ik werd net gebeld door mijn school. En ik doe even de deur dicht. En het is dus zo, ik heb morgen niet meer herkansing. Dat komt omdat ze hadden eigenlijk geen eens mogen zeggen dat ik een herkansing heb.
Want het is nog geen eens zeker of ik gezakt of geslaagd ben. Nou, ik zie nu dat hij bijna leeg is. Dus ik vertel zo meteen het hele verhaal. En ja, wij gaan nu FIFA doen. Yo, daar zijn we weer. We willen de vlog even afsluiten. Het is al 10 uur. Ja, de vlog is niet zeer lang. Want nog steeds herkansing. Wat ik dus zou zeggen, ik pak de camera van je over. Want daarnet was de camera bijna leeg. En ik werd dus gebeld door mijn school. Ik doe even mijn deur dicht. Maar ik werd dus gebeld door school. En ze zei dus van, je hebt geen herkansing. Je hebt hem pas begin juni. Dus toen had ik gelijk mijn boeken weggelegd, gelijk mijn boeken weggegooid. En dan ga ik me morgen weer leren of zo. Maar dat was wel even balen. Nou, aan de ene kant niet, aan de ene kant weer wel. Maar ja, we willen de vlog hierbij laten. Ja, dus, morgen gaan we weer vloggen. En er komen dus ook gamevideo's aan. Ja, en morgen, we willen wel gaan vloggen, maar hij moet naar school. Ja. En ik heb scheikundeherkansing, dus ik weet niet of het een lange vlog zou gaan worden, maar dat zien jullie dan wel. Ja. Dus, like, abonneer en reageer. En tot de volgende keer. Later mensen. Later.